dit is het begin van mijn carrière. Ik herinner me natuurlijk een moment dat ik dit aan het maken was. Dat ik toen eigenlijk helemaal niet besefte waar dit heen zou leiden. Mijn leven is fitness en ik ben fitness. Het stoppen bij de politie, mijn moeder die overleed en alles bij elkaar was zo'n keerpunt in mijn hele dagelijks leven samen met Jer. Ergens, hoe raar het ook klinkt, had het zo moeten zijn. Oh, het zag eruit. Wat dacht erbij? Ik voelde gelijk al wel een soort van aantrekkingskracht of zo, in ieder geval vanuit mij. Het was echt de tijd dat ik niet goed met eten omging. Het is het allermooiste wat je hebt gedaan, zeg ik, mijn kind op de wereld zetten. Hier was ik 23. Ik had toen te maken gehad hiervoor met baarmoederhalskanker. Dat is heel erg jong voor die leeftijd. Dit wordt vaak ik. Ik kwam erachter dat ik presenteren eigenlijk veel leuker vond dan acteren. Veel leuker. Ja, dan was ik uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland. Stream Who's That Girl op NPO Start.